Ja, we zijn ontzettend blij dat we uitgenodigd zijn door Museum Connections om uh, op een hele grote conferentie in Parijs te komen praten over de Escape Room en de samenwerking met Escape Room Winterswijk en Villa Mondriaan. We gaan er denk ik allebei een beetje naartoe met ja, een soort van, we zien wel uh, ja, wat ons te wachten staat. We zijn wel echt uh, al bezig om een goede presentatie voor te bereiden, want ja, je wil natuurlijk wel Winterswijk en Villa Mondriaan en Escape Room Winterswijk daar in dat half uur dat we krijgen echt goed neerzetten. En ja, wie weet wat daaruit komt. Je komt daar natuurlijk een heleboel interessante mensen tegen dus ik denk wel dat het volop netwerken wordt en dan uh, zullen we zien uh, wat er uit gaat komen nou ja, kijk wat ik denk wat voor ons heel interessant is is dat het uh, we zijn op een ochtend geplaatst waarin alles over business gaat dus uh, op een commerciële manier naar de naar de kunst te kunnen kijken en naar musea en uh, ik ben er überhaupt ook wel heel erg geïnteresseerd om de andere praatjes te horen en wie weet, uh, wie weet kunnen we nog ergens een mooie mondriaan vandaan plukken dat zou wel leuk zijn natuurlijk. Is dat een doel? Het <laughs> is geen doel maar misschien wel een leuke bijkomstigheid de kunstwereld ook een beetje op de kop zetten? Lijkt mij wel leuk, ja. De kunstwereld heeft natuurlijk een bepaald imago en uh, nou ja, het is altijd wel grappig in de conversaties met uh, Judith dat daar ook wel het verschil in te merken is. Ik heb altijd zoiets van oh we doen dit of oh we doen dat en uh, ja, een beetje er tegenaan schoppen en een beetje reuring uh, brengen in dat hele nou, ja, toch soms. Uh, Soft, stoffige gedoe, uh, zoals ze bekend staan. En dan is het altijd wel grappig om bijvoorbeeld Judiths reactie te zien. Zo van, oh ja, nee, maar de kunstwereld. Dus daar moeten we nog wel even een, een goede middenweg in vinden. Eigenlijk is dit ook uh, ja, een hele mooie afsluiter van het jubileumjaar wat uh, de stel eigenlijk het afgelopen jaar heeft gebracht. Zie jij dat ook zo? Ja, absoluut. Um, ik denk in het afgelopen jaar is Mondraan extra gaan leven. Uh, niet alleen in, uh, in heel Nederland, maar natuurlijk ook heel erg in Winterswijk. En we zijn ontzettend trots dat er allerlei initiatieven uit voort zijn gekomen uit dit themajaar. En de Escape Room is denk ik wel een van de meest succesvolle volle ideeën die eruit is uh, doorgekomen. Dus we kijken terug op een heel goed jaar met uh, ontzettend goede uh, bezoekerscijfers. En ja, ik hoop uh, dat, we het eigenlijk, dat we het vast kunnen houden.